Waarom zou ik mee moeten in de zak van Sinterklaas? Mee moeten in de zak van Sinterklaas? Ik hoef niet mee in de zak van Sinterklaas. Sorry? Ja, ik hoop het wel. Nee, ik ben niet zo'n beeldtype. Ik hoef niet mee, hoor. Ik hou het lekker bij de Nederlandse camping. Dat wil je niet weten. Lekker pingpongen. Ik heb me dit jaar heel goed gedragen. Omdat ik dan naar Spanje kan. Omdat ik illegaal vuurwerk halen. Omdat leraren streng zijn. Omdat ik van Sinterklaas hou. Dat ze daar huiswerk niet maken. Omdat ik jarig ben op Sinterklaas. Nou ja, het is daar lekker warm. Omdat ik slechte cijfers haal. En ik denk dat er hele gezellige mensen zijn. Omdat ik soms mijn huiswerk niet maak. En ja, ik denk gewoon dat het één feest is daar zo. Wat? Dacht ik, ja. Sinterklaas, leuk, ja, leuk. Nou, misschien over een zusje was pest, maar meer niet. Nou, ik heb nogal veel onvoldoende schaal voor deze testweek. En ik denk dat hij daar niet zo heel blij mee is. Voor de warmte. Nu heb ik geen school meer. Beetje te veel gekletst. Ik heb mijn schoen gezet. Misschien de koekjes uit de voorraadkast opgegeten. Dan moet je aan die leerlingen vragen. Ik heb gisteren iets heel onaardigs gezegd tegen meneer Westerlaak. Ik heb mijn zusje gepest. Ik heb ruzie gehad met iedereen. Ik heb mijn bordje niet leeggegeten. Ik heb misschien eruit gestuurd. Want ik voorloop om alweer. Omdat het in Spanje mooi weer is. Beerskippen. Ik doe mijn huiswerk niet altijd. Omdat ik een puntenslijper heb gestolen bij de HEMA. Omdat ik Spanje wil zien. Ik heb een beetje te veel gespijbeld. Dat blijft privé. Ik ben wel pittig zout geweest, dus. Ja, niet omdat ik stout ben geweest, maar. Omdat ik 2 onvoldoendes heb. Wel aardig voor mijn oma. Omdat ik heel stout ben. We blijven zitten, dan stouten. Weet ik niet.